dat een man een vrouw verlaat vanwege een kind met beperking, zie ik ook. Het was gewoon echt een soort tokkie. Ja. Weet je, en ik had echt zoiets van, nou ja, raar gewoon. Ouders horen dat er een kind seksueel misbruikt is door een begeleider. Geen enkel onderwerp is taboe voor de moeders die wekelijks bijeenkomen bij Stichting Moedernetwerk in Amsterdam Nieuw-West. Ze lachen, huilen, vloeken en hebben zelfspot. De stichting is speciaal voor moeders die kinderen hebben met een beperking. En volgens oprichter Laila Badou voelen deze moeders zich in de gewone wereld vaak niet begrepen. Dit terwijl ze het al moeilijk genoeg hebben. Want gelijk bij de geboorte van een verstandelijk beperkt kind komen deze ouders in een molen terecht. Een molen die voor altijd zal blijven draaien. En dit is de reden waarom Laila Badou zich met onaflatende passie inzet om deze moeders en hun kinderen te helpen met de problemen waar ze tegenaan lopen. En dat zijn er ontzettend veel. Goedemorgen iedereen. Ja, goedemorgen. Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En ik wil jullie eigenlijk allemaal vragen, voordat we beginnen met allemaal dingen die we vandaag willen bespreken, of iemand er is die wat wilt delen met ons nu, voordat we gaan beginnen met alle andere onderwerpen. Jamila, wil jij beginnen? Ja, ik heb wel wat issues over vervoer inderdaad. Ja. Oké. Okay. Drama. Gewoon drama. Klaar. Ja, die connections hebben gewoon een andere buschauffeur gisteren langs gestuurd, die mijn kind zou komen ophalen. Apparently. En dat was een soort tokkie voor mijn gevoel. Maar en zij zegt dus, ze kon mijn kind ophalen. Maar ze wist niet dat ze in een rollator zat. Dat ze niet kan lopen. En er wordt geacht dat de kinderen naar de bus toe kunnen lopen. Hun tasje achter in de bus kunnen neerleggen. Ja, ik word er gewoon emotioneel van. Om mijn kind uit handen te geven. Ja, loslaten. En dan wordt er gewoon zo mee omgegaan. Dat kan toch niet? Ja, nee, dat kan niet. En het is eigenlijk nergens voor nodig, want als zij niet snappen hoe ze jou moeten helpen, dan moeten ze dat uitzoeken. Dan moeten ze dat uitzoeken inderdaad, dan moeten ze aangeven. Je hebt niet voor niets formulieren die je invult. Ja, en het is voor jou natuurlijk ook heel moeilijk dat je er steeds over moet praten. Hè? Dat je kind dus niet lopen kan en dat je ja, dit en dat. Ze iedere keer verdedigen. Verdedigen, ja. Dan denk ik van, het is voor jou natuurlijk ook moeilijk dat je dochter nog niet kan lopen. Ja. Ja, weet je, bedoel, ik heb het niet voor het zeggen, het is hoe het is. Mm-hmm. Maar dan vind ik wel dat ze mee moeten kunnen werken. Kijk, het was gewoon echt een soort tokkie, weet je. En ik had echt zoiets van, nou ja, raar gewoon. Op het moment dat er wordt gezegd, oh, ze kan niet lopen, oh, ja, ja. En dat ze een stoel moet regelen. Oh, moet ik dat ook nog regelen? Ze was niet erg behulpzaam. Nee, je moet ik had niet gevoel dat ze dacht van, kut. Dat ze eigenlijk met een kind te maken kreeg, wat eigenlijk totaal hulpbehoefend is. Ik begrijp wel dat ik achter heel veel dingen aan moet, dat snap ik wel. Weet je, natuurlijk, mijn kind is nou eenmaal beperkt en ik heb een ander kind dan mijn andere kinderen. Maar wanneer wordt het nou eens fucking makkelijk gemaakt voor ons? In de zin zal dat niet, niet altijd. Nou ja, ik heb toch hoop ooit, Fatma. Ik heb wel hoop. En ik denk van, wanneer gaat er een keer een lampje branden? Dat ze denken, hey, weet je, ik zweer je, op een gegeven moment flip ik hem echt uit. En dan, ik ben even het spoor bijzonder. Ja. Wat het mij doet, is dat ik zie dat er zo'n plek is voor ze, dat ik dan denk, als die plek er niet was, hoe zou dat dan met ze gaan? Je hebt niet in je buurt heel vaak veel andere moeders die een kind hebben met een beperking. Dus je voelt je al in de buurt heel gauw alleen. Wat je ziet is dat zo'n moeder dan heel weinig buiten komt. Dus die contact is al wat minder. Maar wanneer ze horen van moedernetwerk, dan denken ze, hey, maar dat is een plek waar ik naartoe kan gaan om die moeders juist te treffen. Dat geeft zoveel energie, hoop, liefde. We hebben wel eens moeders gehad die zeiden van, waarom wisten we niet veel eerder dat er zo'n plek is? Want voor mij in mijn buurt, ik tref niet zo'n moeder. En het is dan voor mij heel moeilijk om met mijn kind naar buiten te gaan in zo'n buurt, omdat ik altijd vragen krijg over mijn kind. Dus wat je ziet is dat zo'n moeder met haar kind thuis komt te zitten. Ik heb wel eens meegemaakt dat echt een moeder bijna 3 jaar alleen thuis heeft gezeten met haar kind. Nergens is ze naartoe gegaan. En ze vroeg zich alleen maar af, wat is er dan precies met mijn kind aan de hand? Wat betekent dat dan, een beperking? Dus ze heeft 3 jaar lang heeft ze deze vragen voor zichzelf gesteld. Ze kreeg daar geen antwoord op. Hoede
is 16. Meervoudig handicap. Alle artsenverslagen hadden ze, zegt ze, de beperking is tijdelijk. 16 jaar. Oh my god. Ja. En toevallig, het gesprek wat wij hadden, was tijdens haar operatie. Ze werd die dag geopereerd aan haar rug. Mm-hmm. En de hele dag operatie. Een gevaarlijke operatie. En dan zegt de MO-zaak van, ja, mevrouw, de beperking is tijdelijk. Een kind met stofwisselingsziekte die 16 jaar in de rolstoel zit. Dat ik maakte me al zorgen over of ze die 16 nou gaat halen. Halen of niet. En want dan is het een beperking in tijd. Ik krijg nu al kippenvel. Ja, ja, jongens. Dan spreken wij de taal nog en weet ik veel wat. Ja, want als je niet de taal spreekt. Als je dan ook nog niet helemaal makkelijk uit kan leggen, nou, dan zie je. Nou, dan heb je helemaal een probleem. Begrijpen ze me nou niet, dan willen ze me niet begrijpen. Dan heb je echt een probleem. Nou, mijn man die zei, je klacht altijd dat je het zo druk hebt. Waarom ga je nog elke week naar het moedernetwerk? Ik zei, jij mag kiezen. Of naar het moedernetwerk of naar de psychiater. Maar dat is mijn therapie. Ieder moeder heeft haar kracht, heeft haar manier van dingen aanpakken, van denken. En ik pluk daar ook altijd iets van voor mezelf. Dat geeft mij kracht. Ik word er happy van. En ook omdat ik dan denk van, het is niet alleen maar komen praten, maar voor mij is het dan de taak daarna om dan daar echt iets ook van te maken. En wanneer mijn boodschappenkar helemaal vol zit met allerlei verhalen van elke moeder, dat ik die oppak en dat ik daar dan weer heel goed over na ga denken. Wat ik met die zaken ga doen. Dat kan bijvoorbeeld dat ik dan zeg van, zullen we daar een bijeenkomst van maken? Dat we dan de instanties ook bij betrekken. Want voor mij is het ook altijd heel belangrijk dat de instanties ook uitgenodigd worden als het gaat om een bepaalde onderwerp. Want de instanties kunnen dan mij die voorlichting geven voor de moeders. Maar tegelijkertijd is het ook voor de instanties heel erg interessant om te luisteren naar de moeders. En want de moeders hebben echt verhalen. Een belangrijk verhaal waar deze moeders zich zorgen om maken zijn de misstanden die er volgens hen plaatsvinden in de logeerhuizen. Deze logeerhuizen zijn speciaal in het leven geroepen voor hun beperkte kinderen, zodat zij zelf af en toe ontlast kunnen worden. Ik heb het wel eens gehad van mijn vader, toen ben ik heel bot geworden naar mijn vader. Toen schrok hij wel van. Toen zei ik van, is goed, nu ik ga naar zo'n logeerhuis. Er zit alleen een andere, ik zeg het gewoon plat, spijt me. Modderfokker met zijn poten aan mijn kind. Ja. Simpel. Ja. Hè? Oh, nou, dan heb ik 2 dagen rust gehad, mijn kind gemolesteerd. Ja. Ja. Wat gebeurt? En dan? Weten jullie nog die bijeenkomst die we gaven inderdaad over het logeren? Ja. Zij vertelde bijvoorbeeld dat zij op bezoek ging bij haar dochter in een lijfverscholen en haar dochter had groene poep. Ah. Dus zij wist dat haar dochter van de blaadjes in de tuin had gegeten. Terwijl zij de begeleiding zo op had gewezen om niet op te letten. Om op te letten. Nou, ik zou een hartverzakking krijgen als ik weet dat mijn dochter heeft lopen grazen in een tuin. Ja, iemand dat over de begeleiding was. Ik ken een moeder, haar kind is overleden in een logeerhuis, s'nachts. Wanneer werd zij gebeld? De volgende ochtend. Oh my god. Oh echt? De volgende ochtend? Ja, oké. En dan denk ik, Hoe kan dat dan? Ja, met andere woorden, we haar niet wakker willen. Jullie hebben hem gezien. Wel die moeder, dat ze tenminste afscheid kan nemen. Ja, ja. Zij had zoveel misstanden bij moeder. Ja, maar er zijn heel veel misstanden in die instellingen. Het spijt me zeer, maar ik bedoel, ik en weet je wat ik eigenlijk zie? Wat voor misstanden dan? Nou ja, kinderen worden niet goed verzorgd, luiers worden niet op tijd verschoond, eten wordt niet goed op gepureerd, bijvoorbeeld als kinderen niet goed kunnen kauwen. Dat soort dingen, het gebeurt letterlijk. Ja, maar ook het personeel. Bijvoorbeeld, ik ken een logeerhuis voor meervoudig gehandicapte kinderen, net als mijn kinderen. 4 kinderen worden door 1 begeleidster verzorgd. Ik vind het allemaal moeilijk met 1 kind. Een man helpt met alles. Klopt. Ja. Dat staan 4 kinderen, van boven de 10. Ja, ja. De toestanden waar deze moeders tegenaan lopen veroorzaken veel leed en onrust. Dat er een kind seksueel misbruikt is door een begeleider. Hè, dus dan hebben de ouders zoiets van, ja, maar zo'n kind die beperkt is, die kan natuurlijk niet praten. Dus zo'n begeleider kan dat makkelijk doen. Maar je weet niet in hoeverre zo'n begeleider inderdaad hier denkt. Dus die angst is er al. Die angst is er al wanneer ze dus inderdaad zeggen van, wij willen ons kind brengen. Dan komt die angst al gelijk al. Hè? Van ja, maar
Wat je ook merkt, is dat bijvoorbeeld ook als er een man in een opvang werkt, dat ook gezinnen daar niet altijd blij mee zijn. Want ja, een man, hè, dat is ook een hele gevoelig onderwerp. Ja, dus seksueel misbruik komt wel eens voor. Maar dat is ook het probleem van nu, hè, want door die misstanden zijn er nu heel veel gezinnen die er niet voor kiezen. Die kiezen er niet voor. Die willen hun kind daarom ook echt niet in zo'n opvang, in opvang krijgen. Kijk, het ligt ook heel erg aan de situatie. Hè? Is het thuis echt heel erg moeilijk, dan kan je ook niet anders. Want als je met een kind te maken hebt die 24 uur alleen maar agressief is, hè, die thuis alles loopt en slaat en doet, ja, dan kan je wel zeggen, ik kan het niet, maar dan moet je het. Maar je hebt gezinnen die zeggen van, ja, we willen wel eens even rusten. Een weekendje. Eén keer in de maand of zo. Maar ja, als ze weer zoiets horen, dan zeggen ze van, nee, never, we doen het niet. Ik heb nu echt te maken met heel veel gezinnen die het niet willen. En deze moeder heeft niets te willen. Op 21-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkd aan haar neef. En verhuisde ze van Marokko naar Nederland. Nu, 7 jaar later, ziet haar leven er somber uit. Ik ben eigenlijk 2 juni ben ik dakloos geworden. Dat is de realiteit. Ik heb geen huis. En ik heb een kind met beperking, ja. Dus ja, nu woon ik met mijn zoon in Christopvang in Zuidoost. Eigenlijk, ik leef gewoon moeilijke periode in mijn leven. Ik heb geen ouders hier. Allemaal wonen in Marokko. En mijn man, of mijn ex-man, hij vond het heel moeilijk. Want ik ben zijn nicht. En een kind met een beperking. Dus in zijn gedachte dat zijn familie, dus alle kinderen of mijn zoon, of alle kinderen die ik kon krijgen of kan krijgen, komen aan met beperking. Hij zegt, ja, mijn kind, ik hou van mijn kind. Maar de verantwoordelijkheid, hij neemt het niet echt serieus. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, ik ga alleen. Alle gesprekken van school ga ik alleen. Alle hulpverleners kent hem niet. Dus hij is niet betrokken. Je hoort hier vaak inderdaad over mannen. Het heeft 2 kanten. Hè? Het is niet altijd dat de mannen de schuld krijgen. Vanuit mij dan. Want ik zie ook dat moeders het ook heel erg in hun eigen handen willen houden. Het zorg dragen over kinderen met een beperking. Omdat er natuurlijk zoveel wordt gevraagd. En de mannen ook veel werken. Hè? Dus dan hè, zie je dus dat dat vanzelf gaat. Dat een man zijn vrouw verlaat vanwege een kind met beperking zie ik ook. Ja, zie ik ook. Want je ziet ook in een huwelijk echt zie je ook wrijvingen tussen man en vrouw. Er komt veel bij kijken. Je bent vaak met afspraken bezig. Een kind moet steeds ergens naartoe gaan. Thuis word je 's nachts wakker omdat je kind ziek is. Dus er is constant is er iets gaande thuis. Om daar samen hetzelfde pad op te gaan is geduldheid, goede communicatie heel belangrijk. Ja, en bij sommige ouders loopt dat goed, maar bij sommige ouders dan weer niet. En in Wahiba, der geval, heeft de man ervoor gekozen inderdaad om weg te gaan. Hij heeft geen vader. Hij mist zijn vader, het verantwoord van zijn vader, de liefde van zijn vader. Ik ben alleen, hij wordt ouder, krijgt weer problemen. En hij ontwikkelt, hij wordt moeilijker. Dus ja, ik zit vol eigenlijk, ik zit vol. Mijn hart gaat ontploffen. Daarom, als ik zeg maar, de gevoelens komt naar boven, die emoties komt naar boven, ik moet huilen. Ik denk, als geen Leila of geen moedernetwerk, dat ben ik misschien. Ik weet van het water of zo. Ja. Dit is een situatie voor mij waar ik heel erg nu mee bezig ben. En wat mij dus ook wel heel raakt. Want ik zie gewoon hoe die kind en moeder lijden hieronder. He, ze worden van het ene muur naar de andere muur gestuurd zonder enig resultaat. Omdat zij een kind met een beperking zij niet past bij de reguliere voorzieningen die er zijn. Want zij is in een opvang terechtgekomen voor een dag of 2. En ik werd daar gelijk gebeld dat zij daar weg moest. Omdat ze door haar zoon daar niet paste. Mijn hart ligt heel erg in dit. Dus in kansen bieden aan kinderen met een beperking. Ik ben misschien gekozen om binnen de gehandicaptenzorg te komen werken en echt ook kansen wil creëren voor ouders, hulpverleners en de kinderen om ja, een betere maatschappij van te maken.